Hey, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag een beetje anders. Zoals je ziet ben ik aan het vloggen of proberen toch. Ten eerste voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Gael, of ook wel gekend als Gaëlle Fotografie op Instagram. En vandaag heb ik een shoot met nog een Gael. Dus ik dacht dat het wel leuk was om mijn shoot eens te vloggen en jullie een soort van behind the scenes te geven. De shoot is in de plantentuin van Meissen, dus qua locatie kan het alleszins al niet misgaan. Wat ik eerst ga doen is jullie eens tonen welk materiaal ik allemaal meeneem. Het is eigenlijk niet zoveel. En dan een paar behind the scenes. En dan misschien, als ik zin heb, ga ik ook nog een keer tonen hoe ik mijn foto's bewerk. Of één foto of we shall see. Dus eigenlijk het enige dat ik meeneem is mijn camera. Ik heb een Nikon D7200. En mijn go-to lens is de Nikon 50mm. Wacht, ik ga draaien. Nikon 50mm 1.8. Dus die 1.8 dat is mijn f-stop of mijn diafragma. Ik vind het echt een super goede lens. De eerste, dat is echt redelijk goedkoop. En als beginnend fotograaf denk ik dat dit een lens is die je moet kopen. Zeker als portretfotograaf, want de 1.8 zorgt voor een hele mooie blauwe achtergrond. Dat is echt mijn go-to lens. En dan de tweede lens die ik heel vaak meeneem. Ik ben niet zo'n YouTuber die alles met één hand kan. Is mijn Sigma. Ik ben de lens upgrade niet aan te raden. Waar staat dat hier op deze? Hier. De Sigma 35mm 1.4. Deze gebruik ik vooral in situaties waar ik bijvoorbeeld minder plaats heb. En het dus niet alleen met de 50mm, dat is redelijk ingezoomd. Dus deze gebruik ik dan voor als ik een beetje verder moet staan of als ik het model helemaal, dus full body, wil trekken. En de 1.4 is dus nog lager, waardoor dat de achtergrond nog meer blurry is. Ik ben ook echt heel tevreden van deze lens. Enkel de focus is niet altijd 100%. Ik moet die nog een keer laten kalibreren. Maar anyways, vond ik wel een goede investering. Dan wat ik ook altijd meeneem is een rekker. Of meestal mijn scrunchie om mijn arm. Ik heb redelijk lang haar. Dus dat is best belangrijk dat mijn haar niet voor de camera hangt. Nou, wat ik altijd nog een keer dubbel check voordat ik vertrek is, heb ik mijn kaartjes mee. Dus ik heb er altijd twee. Ik zal het keer tonen anders. Een 16 gigabyte van Lexar. Geen idee, ik heb die echt al jaren. Werkt nog altijd perfect. En een 64 gigabyte van SanDisk. Ook gewoon gekregen. Dus ik heb echt eigenlijk geen verstand van SD-kaarten. Maar anyway. En dan nog een keer of mijn batterij er wel in zit. Batterij zit erin. Wat ik dan nog een keer doe. Maar normaal moet je echt like, de avond voordien controleren. Hoeveel procent aan mijn batterij is, kan ik zeker nog een hele namiddag mee shooten, dus perfect. Dus eigenlijk dat is zowel wat ik meeneem. In donkere situaties neem ik nog mijn flash mee. Maar eigenlijk flash ik niet zo heel veel, omdat ik meestal wel geluk heb met het licht. Wat ik heel soms nog meeneem, zijn zo van die fairy lights. Ik heb ze momenteel niet bij en ben echt te lui om naar boven te lopen, sorry. Zo van die fairy lights, dat is ook wel altijd een tof effect. En als het donkerder is of bij sunset bijvoorbeeld. Maar vandaag is dat niet nodig, want we hebben redelijk vroeg afgesproken en het is een hele rit rijden, dus voilà. Ik zou zeggen, kom maar gerust mee op de shoot en veel plezier met kijken. Thank you.
oké, dat was dus de shoot met Gael. Ten eerste vond ik het echt super tof. Had Gael Vlamink. Ik denk dat het Vlamink is, ben niet zeker van Gael. Volg haar zeker op Instagram, dat zal ze appreciëren. Ik moet eigenlijk stiekem toegeven dat het letterlijk een week later is. En dat ik was vergeten om mijn vlog behind the scenes video te eindigen. Dus ik zie er echt gewoon rough uit. Ik heb juist de werkdag achter de rug. Maar anyway, dankjewel om te kijken. En ik doe nog een mini giveaway. Of ja, mini. Ik doe dus een giveaway. Hoe werkt de giveaway? Eigenlijk heel simpel. De eerste stap is abonneren op mijn kanaal en ook op het notificatiebelletje drukken, want dan krijg je een melding als ik een nieuwe video post. De tweede stap is dus een screenshot nemen als bewijs dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En dan mag je die gewoon doorsturen via Instagram DM's, at Gaëlle Photography, of op Facebook, ik heb ook een Facebookpagina, at Gaëlle Photography, niet zo moeilijk. En dan zet ik jou in de lijst en binnen een week, misschien iets langer, ik ga zien hoe rap de deelnemers binnenstromen. Dan verloot ik een winnaar. Nu, wat is het belangrijkste? We weten wat je kan winnen natuurlijk, waarom zou je anders meedoen? Je wint dus een gratis shoot met mij op een leuke locatie, naar keuze, of ik zoek een locatie. En indien je het zelf wil, maak ik ook een soort behind the scenes video voor jou persoonlijk. Niet voor op YouTube, gewoon zodat jij dat als herinnering hebt aan de shoot. Dus zeker deelnemen en vergeet niet de screenshot te sturen via de DM's of via Facebook. Dankjewel om te kijken en tot de volgende keer!